Miranda Boonstra, ja, marathon is lijden, hè? Ja, ik heb voor het eerst gemerkt dat het echt heel, heel erg lijden met een hoofdletter kan zijn, ja. Wat een sport. Ja, het hoort erbij, ja. Waarom kies je voor de marathon? Omdat die andere vier keren wel goed was gegaan. Nee, ja, waarom kies ik voor de marathon? Het is iets waar ik goed in ben. En vandaag even wat minder goed. Maar ondanks dat ik niet goed was, ja, loop ik toch nog 2:31. EK-limiet, in ieder geval binnen. Dus ja, het blijft leuk. Ja, kijken naar jouw finish. Ik heb dat ooit ook tegen Michel Butter gezegd vorig jaar in Rotterdam. Ik zei, dit was jouw beste marathon. Dan keek hij mij een beetje verbaasd. Ik zei, maar je bent gefinished. In een marathon waar het zo vreselijk zwaar is, toch de finish halen. Ja, ik ben toch misschien daar wel heel trots op. Want die laatste 7 kilometer, ik weet ook echt niet meer hoe ik die doorgekomen ben. En inderdaad, dat ik gewoon nog een finish ben, ben ik eigenlijk toch wel een soort van trots op. En ja, tuurlijk, ik had een snelle tijd voor, want ik heb goed getraind en goede trainingsblokken kunnen doen. En ja, ik ben natuurlijk op een snellere tijd had ik gehoopt. Maar ja, je merkt gewoon onderweg dat het niet, ja, of je dag niet is of weet ik veel wat. Dus je stelt steeds je doelen, ja, bij. En ja, dat ik dan toch nog gewoon gefinished ben, dat is gewoon, ja, voor nu prima. Limiet binnengesleept? Ja, ook nog, ja. Ja, op een gegeven moment werd dat nog maar het doel. Dus dan, ja, daar ben ik wel blij mee hoor, ja. Ja, die parallel met Michel gaat op, dat was vorig jaar ook zo. Maar die limiet, die sleept hij er nog binnen. Ja, is toch een overwinning. Ja, want anders had ik sowieso nog een keer een marathon moeten lopen. En ik had zoiets van, ja, ik heb niet zo hard getraind om dan met helemaal niks uit deze marathon te komen. Dus dat, ja. Dit is zo'n marathon dat je na 25 kilometer denkt, oh jee. Nou, ik dacht al eerder hoor, oh jee. Maar al eerder? Ja, rond de 21 misschien al. Maar na 25 had ik echt wel zoiets van, ja. Ik heb ook niet echt met mijn hazen verder kunnen overleggen. Maar door mijn hazen hebben ze supergoed werk gedaan hoor. Steven van den Broek. En Noël Keizers natuurlijk. Noël is wel, ik denk rond 35 eruit gegaan. En Stefan heeft me er echt wel doorheen geslepen laatste deel. En ja, dus het heeft aan hun echt niet gelegen. Het lag gewoon echt aan mezelf. Maar ik heb eigenlijk niet tegen hun gezegd dat ik echt aan de kramp zat. Het was, ja, ik kon ook niks meer zeggen eigenlijk. Maar nee, die hebben echt goed hun werk gedaan. En ja, het lag gewoon echt aan mezelf. Ik was gewoon niet goed. Onvoorspelbaar, die marathon. Altijd weer. Ja, nou ja, tot nu toe bleek, viel dat dus wel mee. En ja, ik dacht dat ik dit niet zo heel erg tegen zou komen. En het was ook niet dat ik een man met hamer tegenkwam. Want het was gewoon daar al te vroeg voor, zeg maar. Dus wat nou precies de oorzaak is, weet ik niet. Maar, nou ja, weet je. Iets op deze dag in jouw lijf, de vorm, noem maar op. Ja, en ik heb best veel mensen langs de kant zien staan. En dan denk ik van, ja, ik ben in ieder geval gefinished. En ik heb er heel veel van geleerd. Dus dat. Ja, wat heb je geleerd? Nou ja. Weet je dat nu al? Nou ja, dat ik in ieder geval mentaal dan toch nog sterk genoeg ben om in ieder geval te finishen. En dat ik als ik echt een super slechte dag heb, toch nog 2:31 eruit kan persen. Dus dat, dat je mentaal sterk was, wist je toch wel? Ja, maar ik heb dit nog nooit gehad, hè, bij een marathon. Ik bedoel, in Rotterdam had ik natuurlijk ook wel heel zwaar het laatste stuk. Het zat ook tegen kramp aan, maar dit niet vergelijkbaar met dit dat het al zo vroeg was, zeg maar. Dus ik heb nog, tot nu toe nog niet echt mentale weerbaarheid hoeven tonen tijdens een marathon. En dat was, nee, nou, 30, dat is altijd zoiets van, ja, dat weet je niet altijd, hè, hoe je daar doorkomt. Tot 30, dat kun je redelijk voorspellen, maar daarna, dat weet je niet altijd. Ja, maar dat was het dus vandaag echt niet, want het was al ruim daarvoor. En nee, dus dat was het niet. Maar, ik bedoel meer trainbaarheid. Tot 30 kun je, dat is trainbaar, maar daarna, ja, dat weet je niet. Je kunt heel lang trainen, maar dat zegt misschien nog niks over jouw eindtijd. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Oh, vertel maar. Nou ja, wij trainen juist heel veel op het laatste deel van de wedstrijd, zeg maar. Wij doen niet voor niets. Ik heb ook een 42 kilometer duurloop met een tempoblok op het eind. En ik denk dat je daarmee dat dus wel kan trainen. En ik denk dus dat de marathon dus ook echt inderdaad wel trainbaar is. Maar ook vooral na die 30 kilometer. Maar ja, dan moet het daarvoor wel goed zitten. En dat zat het bij mij dus niet. Nog ga je herstellen? Heel lang? Ja, ik weet niet of ik nu juist meer of minder herstel nodig heb. Omdat natuurlijk het laatste deel zo langzaam ging, heb je misschien, ja, minder beschadigd gewoon voor de rest. Dus dan moet ik eens eventjes kijken. Maar ik heb nu in ieder geval genoeg pijn in mijn benen, kuiten en voeten. Dus ik ga in ieder geval de komende 2 weken niet heel veel doen. En ik hoop dat ik de 7 heuvelloop nog weer mee kan doen. Maar dat is al heel snel.
Maar, het is wat, hè? Gaat snel zo'n dag. Ik zag gisteren nog een foto van jou op Twitter. We zijn er klaar voor. Ja, nu is het alweer achter de rug. Ja, nou, ik was er ook klaar voor. Maar het was op zich wel weer echt... Het was ook wel echt weer een fijn, mooi evenement. Ik ben ontzettend veel publiek, echt super veel aangemoedigd. En ja, ondanks alle pijn was het laatste stuk toch ook wel weer een soort van mooi. Want er stond echt heel veel publiek. En als je dan toch op de baan opkomt, dat blijft toch heel gaaf. En ja, ik had ook echt wel kippenvel bij de start. Omdat alle mensen heel hard begonnen te applaudisseren. En ja, dus wat dat betreft was het toch nog wel een hele mooie ervaring. Nou, beter afsluiten kunnen we niet. Het was toch een mooie ervaring. Ja. Dankjewel, Miranda. Graag gedaan.